Dank u wel, voorzitter. De ene dag kom je met een trekker naar Den Haag. En exact een jaar later lijkt het erop alsof ik en met mij mevrouw Agema, namens wie ik ook deze vraag indien, lijken wij staatsgevaarlijk te zijn. Uit WOP-documenten zou blijken dat de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, omgevingsanalyses maakt van Kamerleden en deze doorspeelt aan de ministeries. Hoe onafhankelijk is de NCTV? Is het een autonome terreurbestrijder of een loopjongen van de minister? Kopte het NRC recent nog. Ik wil graag opheldering van deze minister hoe het kan dat ministeries, meerdere ministeries, Kamerleden volgen, spioneren, omgevingsanalyses van maken. En hoe het kan dat een ministerie de NCTV al dan niet opdracht geeft om deze analyses te maken. Klopt deze berichtgeving en wat is de rol van de NCTV en wie heeft daar opdracht toegegeven? Dat is mijn eerste vraag. Dank u wel. Woord is aan de minister van Justitie en Veiligheid. Veel dank en ook dank voor deze vragen. Ik kan mij eerlijk gezegd ook heel goed voorstellen dat mevrouw Van der Plas hier staat met deze vragen. En ik ben ook blij dat ik nu in de gelegenheid ben om in ieder geval hierop te reageren. En dat zou ik ook, als het mag, voorzitter, even zorgvuldig willen doen en willen toelichten wat er nou staat en wat er nou gebeurd is. Dat is ook natuurlijk de vraag van mevrouw Van der Plas. In de online artikelen waar mevrouw Van der Plas naar verwijst, komen op hoofdlijnen 3 elementen aan bod. Allereerst de media-analyses ten behoeve van het in beeld brengen van de sentimenten in de samenleving. Dus inclusief opvattingen van burgers en politici. Ten tweede de aanpak van desinformatie en ten derde de inzet van influencers. En ik wilde heel kort op allemaal ingaan en volgens mij kom ik dan heel dichtbij de antwoorden ook voor mevrouw Van der Plas. De media-analyses om mee te beginnen. Voorzitter, ik denk dat we het hier wel over eens zijn dat de overheid haar werk niet kan doen zonder te weten wat er in de buitenwereld speelt. Volgens mij is dat een van de belangrijkste opgaven, of het nou van de Kamerleden is of van het kabinet en eigenlijk ook alle ambtenaren die hier aan beleid werken. Je gaat niet in je eigen torentje zitten en bedenken hoe de wereld eruit ziet, maar je kijkt naar wat er buiten gebeurt en idealiter ben je natuurlijk er ook echt vol onderdeel van. En die buitenwereld is het krachtenveld natuurlijk van mensen thuis, belangenorganisaties, media, politieke arena en onze eigen organisatie. En wat zich daar afspeelt, stelt de overheid in staat rekening te houden met diverse in de samenleving aanwezige visies en perspectieven. Nou, daarvoor wordt met regelmaat opinieonderzoek gedaan. En ook omgevingsanalyses helpen bij het inzichtelijk krijgen van wat die visies en perspectieven zijn, proactief en reactief. Maar omgevingsanalyses maken ook inzichtelijk welke vragen en onduidelijkheden er leven op online en sociale platformen. Voorzitter, ten overvloede wellicht wijs ik er ook op dat uw Kamer gewezen heeft op het belang van gerichte communicatie. Het betrekken van gedragsaspecten en luisteren naar verschillende sentimenten in de samenleving. Dat is een belangrijke opdracht die we op verschillende domeinen, bij verschillende onderwerpen ook meekrijgen vanuit de Kamer. En juist in dit kader zijn deze media-analyses opgesteld. Hier kan in de communicatie richting burgers rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld door het aanpassen en aanvullen van aanwezige informatie op rijksoverheid.nl of het aanscherpen van publiekscampagne. Nou, ook kan de omgevingsanalyse in kaart brengen welke misvattingen of onwaarheden er circuleren op social media. Nu naar de media-analyses in de aangehaalde artikelen. Zoals ik ze zie, want u weet, voorzitter, en daar kom ik zelfs ook op, maar er zijn echt duizenden, tienduizenden, honderdduizenden documenten open, vrijgegeven. En de artikelen die ik zie zijn door het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie opgesteld, NKC. Deze zijn gedeeld met de departementen die het meest betrokken zijn bij de communicatie over het coronabeleid. Omdat besluitvorming en communicatie over het coronabeleid vanuit de NCTV wordt gecoördineerd, staat de naam van de NCTV boven alle stukken. Dus boven alle stukken die besluitvorming raken en bijvoorbeeld omgevingsanalyses en beelden. En dat is vanuit de coördinerende rol. Dat wil niet zeggen dat die stukken dus van de NCTV zijn. Op het moment dat we een crisisstructuur instellen, is de NCTV de coördinerende dienst. Die coördineert, dus op die stukken staat de NCTV. Maar nogmaals, wat eronder valt, in dit geval is het van een NKC. Dan het tweede element, desinformatie. De overheid heeft een rol om burgers te beschermen tegen nadelige effecten van desinformatie, juist in deze tijd.
Het kabinet is daarin wel zeer terughoudend, voorzitter. Alleen informatie die evident onjuist is en waarbij de kans is op schadelijke gevolgen wordt rechtgezet. En dat doen we via sociale media en via actieve woordvoering. Zo was er onlangs het bericht dat het kabinet ondernemers zou verplichten om zich te laten vaccineren. Nou, dat is niet waar, dus heeft het ministerie van EZK dat via sociale media proberen recht te zetten. Dat even als voorbeeld wat je daar dan mee doet. Je ziet dat, je reageert erop, dat hoort bij de analyses. En vervolgens reageer je actief om te zeggen dat dat niet zo is. In het mediavraag, of in het mediabericht dat in de vraag wordt aangehaald, wordt gewezen op een stuk dat gebruikt werd bij een oefening. Dat zit ook in dat artikel. Daar heeft mevrouw van der Plas nog geen vraag over gesteld, maar ik heb het ook gelezen en ik had dezelfde vragen. Om vanuit de overheid desinformatie te herkennen en tegen te gaan. En daarbij gaat het om niet om individuen, maar om verschijnsel, desinformatie en mogelijke handelingsperspectieven. En in het artikel kwam ook het een en ander over influencers. Maar daar weet ik, heeft uw Kamer ook uitvoerig met voormalig minister van VWS over gedebatteerd. Dus, wellicht kort samengevat richting de concrete vraag van mevrouw van der Plas, als ik het zo uit elkaar trek. Het is niet de NCTV. NCTV monitort, volgt niet Kamerleden. Dat is niet aan de orde. Dat is hier ook niet gebeurd. Er worden omgevingsanalyses gemaakt. Dat is vanuit het crisiscommunicatieteam gebeurd. Om de sentimenten in de samenleving op te vragen, om te kijken. Nou, en dat kan zijn dat er accounts ook van Kamerleden ondervallen met een groot bereik. En dat je weet wat er leeft. Meer gebeurt daar niet. Dus er worden niet mensen actief gevolgd. Er wordt op thema's gekeken. Wat speelt er in de samenleving? Ja. Mevrouw van der Plas. Ja, dat is een heel verhaal van de minister. Maar mijn concrete vraag is natuurlijk. En dat komt in de laatste drie zinnen even snel voorbij. Van de NCTV volgt geen Kamerleden. Het is nu gewoon gebleken dat het ministerie gebruik maakt van omgevingsanalyses. Waaronder die van mij en waaronder die van mevrouw Agema. Dus het komt er gewoon op neer dat het ministerie Kamerleden aan het controleren is. De Kamer controleert de ministeries. Dat is niet andersom. Ik vraag me überhaupt af waarom er omgevingsanalyses gemaakt moeten worden van wat ik doe op Twitter of wat ik zeg in de media. Ik sta hier verdorie bijna elke dag in de Kamer, ook, want dit gaat dan specifiek over de coronapandemie. Ik ben bij elk debat geweest. Wat ik vind, nou, dat mogen duidelijk zijn wat ik vind, want dat zeg ik hier in deze Kamer. En volgens mij kun je gewoon, vroeger hadden we een knipselkrant en dan werd er gevraagd van knip even de stukjes uit de krant wat de media meldt. Het ministerie kan ook zeggen tegen de stagiair van joh, doe mij gewoon even de tweets van mevrouw van der Plas van de afgelopen 24 uur. Ik heb geen tijd gehad om te bekijken. Ja, dat vind ik niet erg, dat mag, dat is effectief werken. Maar om nou de NCTV of wat de minister zegt, de NKC, maar wel gecoördineerd door de NCTV... actief opdracht te geven om omgevingsanalyses te maken van Kamerleden. Kamerleden die gewoon het kabinet moeten controleren. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Dank u wel, de minister. Voorzitter, er gaan hier echt een paar dingen door elkaar. Ten eerste, er komt geen opdracht. NCTV heeft hier niks mee te maken. De logo staat erop omdat alle stukken die over besluitvorming en analyses gaan, omdat het een coördinerende dienst is van al die integrale departementen, hun logo stond daar gewoon op. Maar voorzitter, mevrouw van der Plas zegt, vraag gewoon een stagiair om al mijn tweets in de gaten te houden en dat vervolgens te bundelen. Dat mag juist niet, want dat zou uw volgen betekenen. Dat doen we niet. Dat doen we niet. Wat er gedaan wordt, op verzoek ook van de Kamer, is een omgevingsanalyse maken. Dat betekent gegevens van de veiligheidsregio's, gegevens van politie, wat zij tegenkomen, sentimenten. Dat betekent nieuwsberichten, precies zoals mevrouw van der Plas zegt, knipselkranten. En in onze tijd hoort daar social media bij. En op het moment dat iemand een tweet stuurt, wellicht mevrouw Michon, en die heeft duizenden likes, dan valt zo'n tweet op, want dan is dat een sentiment. En dan kan het in dat bericht verschijnen, in het totaaloverzicht, van hey, dit leeft. Punt. Dat is wat het is. Dus er wordt absoluut niet op een Kamerlid gevolgd. Er wordt niet gezegd, nou laten we eens goed in de gaten houden wat mevrouw van der Plas ervan vindt. Het kan zijn dat haar berichten per thema naar boven komen, omdat ze een enorm bereik heeft en ook een sentiment raakt. En dat is een van de opdrachten vanuit de Kamer ook richting het kabinet geweest, zeker richting bij corona, dat weet ik. Maar ook op andere onderwerpen. Hou goed in de gaten wat er gebeurt. En doe niet alleen vanuit je eigen koker of je eigen cijfers. Doen alsof je weet hoe de samenleving in elkaar zit. Dus het zit echt anders. En dat is ook de reden waarom ik iets meer woorden gebruik voor beantwoording. Want het luistert super nauw. En als het was zoals mevrouw van der Plas
aanvankelijk, begrijp ik ook heel goed, vermoeden dat het was, was dat zeer zorgelijk. En daarom neem ik ook de tijd om uit te leggen dat het echt anders zit. Mevrouw van der Plas. Ja, de minister neemt wat mij betreft niet mijn zorg weg. Ik wil dan ook aan de minister vragen om alle communicatie die van de NCTV/NKZ naar het ministerie van Volksgezondheid over mijzelf en mevrouw Agema is gegaan, met de Tweede Kamer te delen, alle communicatie. En de vraag erbij, wanneer kunnen wij die communicatie verwachten? De minister. Voorzitter, er zijn duizenden stukken vrijgegeven. Volgens mij is het richting de honderdduizenden, door VWS. Dat is alles wat, en ik zal natuurlijk aan de collega's van VWS vragen, is daar meer? Ik zal nog een keer herhalen, er zijn geen dossiers bij de NCTV over mevrouw van der Plas. Er ligt geen opdracht, NCTV heeft hier niks mee te maken. De coördinatie bij elke crisis ligt bij de NCTV, vandaar dat hun logo's erop staan. Vanuit de communicatieafdelingen worden altijd omgevingsanalyses gemaakt. Dat is gewoon standaard. En daar kunnen berichten, items die opvallen als iemand bij een talkshow is geweest en daarna zie je daar heel veel reacties op online. Dat kan dan opvallen vanuit een omgevingsanalyse. Maar al die stukken zijn openbaar gemaakt en ik zal zeker richting een collega van VWS vragen of er in dit verband, in het kader van communicatie, nog meer stukken zijn. Ik kan het ook niet overzien in wat er allemaal in die honderdduizenden WOP-stukken zit. Maar de transparantie is natuurlijk evident, absoluut. Mevrouw van der Plas. Kijk, die WOP-stukken zijn ons bekend, maar ik vraag om alle communicatie. Dus dat gaat ook om mailwisselingen bijvoorbeeld. Mailtjes van NCTV of anderen over mevrouw Agema en mij naar de minister. Ik kan denken aan sms'jes of whatsappjes. Ik wil gewoon weten wat er over ons is gezegd, wat er over ons circuleert en welk doel dit diende. En eigenlijk ook hoeveel ministeries doen dit nog meer op deze manier. Dus wij willen gewoon alle communicatie daarover hebben. Dus niet alleen de WOP-verzoeken, de WOP-documenten, die hebben wij. De minister. Voorzitter, wellicht wat ik kan doen is richting mijn collega van BZK vragen om met een brief te komen hoe communicatieafdelingen van elk ministerie, zoals mevrouw van der Plas zegt, hun inzichten vergaren, hoe zij ook naar de omgeving kijken, zeker bij onderwerpen die op dat moment zeer actueel zijn, crisisgevoelig zijn, noem maar op, hè, dat kan natuurlijk verschillen. Hoe dat opgebouwd wordt, want dan kan mevrouw van der Plas ook precies zien dat er geen, het gaat hier niet over stromen van NCTV of JNV naar VWS of dat daar op die manier correspondentie, dat is hier allemaal niet aan de hand. Maar het lijkt me heel goed als ik een collega van BZK vraag, nou, maak even inzichtelijk in een brief hoe omgevingsanalyses worden gemaakt door communicatieafdelingen, nu toevallig over corona, maar dat kan natuurlijk breder zijn, dus die vraag begrijp ik wel. Tot slot mevrouw van der Plas. Ja, ik heb geen behoefte aan een algemene brief. Ik heb behoefte aan een gedetailleerde brief waarin gewoon duidelijk wordt wat er over Kamerleden wordt gezegd, wie de opdracht is, of het al dan niet wel gevolgd wordt. Als dat niet zo is, dan zal dat daaruit uit blijken. En dan graag ook de informatie bij over hoe trollen worden ingezet. Want ik heb ook tijdens de coronapandemie gemerkt, hè, als je wat kritisch bent, nou, dan krijg je ineens, ik weet niet hoeveel anonieme accounts achter je aan om jouw mening te ondermijnen. Dus daar zou ik ook graag informatie dan tegelijkertijd over hebben. Hoe dat dan werkt en waarom die worden ingezet en met welk doel. Dus graag een gedetailleerde brief en geen algemene brief. Daar heb ik niks aan. Dank u wel. De voorzitter, er worden geen trollen door de overheid ingezet. Dus ja, ik kan het ook in een brief opschrijven, maar daar worden gewoon... Kijk, wat ik heel goed begrijp, is dat mevrouw van der Plas dingen leest en zegt, ik wil dat toetsen. En ik probeer hier antwoord te geven, gedetailleerd, precies uit elkaar te trekken. Maar wat is er nou daadwerkelijk gebeurd? Hoe zit dat? Wie is waar verantwoordelijk voor? En hoe worden in dit geval mensen niet gevolgd? En dan, dat wil ik best in een brief nog eens opschrijven, maar dat vind ik wel een beetje ingewikkeld. Als ik het antwoord geef en mevrouw van der Plas zegt, ik geloof je niet, kom maar met een brief. Want ik kan daar niet meer in schrijven dan wat ik nu zeg. Want wat er in dat stuk staat, in dit geval dat de NCTV-Kamerleden zou volgen, dat is niet waar. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Agema van de PVV. En ik dank mevrouw van der Plas voor het stellen van de mondelingenvraag. Mevrouw Agema, PVV. Dank u wel, voorzitter. En toch stond de NCTV boven al die stukken. Dus ja, dat geeft inderdaad heel veel onrust. Okay. En ik zou mevrouw van der Plas willen bijvallen. Een Kamerlid hoeft geen WOP-verzoek te doen. Een Kamerlid heeft in zaken artikel 68 van de grondwet gewoon recht op die informatie. En graag zou ik,
alle informatie, alle communicatie die in dit organisatieverband over mij gedeeld is, willen ontvangen, zodat ik het ook zelf kan controleren of dat wat de minister zegt ook klopt. De minister. Daarnaast, voorzitter, ben ik nogal geschrokken van de uitleg van de minister. Ik hoor haar hier een uitleg geven dat het gaat over het opsporen van sentimenten, maar ook desinformatie en onwaarheden. En dat burgers daartegen beschermd moeten worden. Dat is mij bijzonder in het verkeerde keelgat geschoten. Ik ben een integer Kamerlid uit de oppositie. Ik heb 2 medewerkers. Ik ben maar heel eenvoudig van aard. Maar ik verspreid geen desinformatie. Dank u wel. Graag. Dat doe ik niet en ik wil hierover een vraag stellen. Ik wil vragen aan de minister waarom ze mijn integriteit besmeurt door hier te stellen dat het gaat om desinformatie en onwaarheden. En als ze dat vast wil houden, dat ze ook duidelijk aangeeft waar en wanneer ik dat heb gedaan. De minister. Voorzitter, op basis van het artikel dat verschenen is en hoe we nu dit gesprek hebben, begrijp ik dat mevrouw Agema dit aan mij vraagt. Maar dit is niet wat ik heb gezegd. Dit is ook niet hoe het zit. En ik sta hier wel om de antwoorden te geven en ik zou ook graag wel ook die ruimte willen hebben om dat te kunnen doen en ook het vertrouwen dat Kamerleden dan volgens naar mij luisteren. Ik heb niet gezegd mevrouw Agema desinformatie verspreidt. Ik heb die 2 dingen juist uit elkaar getrokken. Ik heb gezegd aan de ene kant hebben we opdracht vanuit de Kamer. En ook dezelfde behoefte, eerlijk gezegd, om niet hier in torentjes ons werk te doen, maar te weten wat er in de samenleving speelt. Ik weet dat dat een van de belangrijkste signalen ook was, naast een heleboel andere belangrijke signalen van mevrouw Agema, tijdens de coronapandemie, zie wat daar gebeurt. Daarvoor neem je ook sentimenten vanuit de samenleving op. En dat doe je aan de hand van krantenberichten, berichten van veiligheidsregio's, van politie, wat er online gebeurt. Daarin kunnen tweets die heel veel likes hebben opvallen, omdat dat iets zegt over een sentiment. Punt. Daarnaast kan er sprake zijn van desinformatie. Dat meng ik niet met elkaar. Dat heb ik ook niet gedaan in mijn betoog. En ik heb juist een voorbeeld aangehaald dat er dan beweerd kan worden dat bepaalde groepen worden gedwongen om te vaccineren of dat iets anders gedaan kan worden. En dat het dan goed is om te zeggen, hé, maar dat klopt niet. En dat kan zijn doordat de informatie van de overheid verkeerd geïnterpreteerd werd. En dat kan ook zijn doordat er bewust door een actor, ik heb ook nog steeds niet mevrouw Agema daarbij bedoeld, ook niet mevrouw Van der Plas overigens, door een actor die zegt, dit komt mij wel goed uit om daar onrust te veroorzaken. En dan is het belangrijk in dit geval dat dan het ministerie zegt, ik zal je uitleggen hoe het echt zit. Die dingen zijn uit elkaar. Dank u wel. Mevrouw Agema. Ja, dit is helemaal geen enkele verklaring voor het volgen van uitsluitend dus Kamerleden uit de oppositie die een groot bereik hebben. Ik weet dat ik een heel groot bereik heb. En ik weet dat collega's soms moeite moeten doen en dan een tweet, dan hebben ze 5 retweets en ik maak er een opmerking over en het worden er meteen 6.000. Weet ik ook. Maar ik heb me altijd bij mijn leest gehouden. En wat ik heel erg schokkend vind, is dat er nu eigenlijk een sfeer rondom mij heen wordt gecreëerd, waar dat ook is, dat ik iets zou doen wat niet zou deugen. Terwijl als het gaat om het begin van de pandemie, toen corona zich verspreidde heel snel in onze verzorgingshuizen, er onvoldoende beschermingsmiddelen waren en de mensen bij bosjes omvielen, of het nou verzorgers waren of verpleeghuisbewoners. Dat kwam omdat er onvoldoende erkenning was voor erogene transmissie. En daar is ook Maurice de Hond, die ook gevolgd werd, ernstig op aangepakt. Terwijl hij gewoon gelijk had. En dat wint mij nog het meeste op. Ja, dat ik gevolgd word, dat er informatie van mij gaat naar VWS. Dat er vervolgens bij VWS kennelijk heel opgewonden wordt gereageerd. Maar dat we wel gelijk hadden. En dat niet wij degene waren die desinformatie verspreiden, maar dat het uiteindelijk het ministerie van VWS dank was. Wel, en dat uiteindelijk een heleboel slachtoffers zijn gevallen. Maar voorzitter, ik vind dit oprecht wel vanuit mijn rol ingewikkeld debatteren of met elkaar informatie delen, hoe je het wil. Want ik zeg net, nogmaals, want ik zie de kop van deze mondelinge vraag. En ik heb gezegd, NCTV volgt geen Kamerleden. En mevrouw Agema zegt, het raakt me dat ik word gevolgd. Maar ik zeg, u wordt niet gevolgd. En dat heb ik net toegelicht. Ik zeg, op het moment dat er sentimenten, dat een omgevingsanalyse gemaakt moet worden, wat een nadrukkelijk verzoek is, ook van de Kamer en terecht overigens, en zonder verzoek zouden we het ook gewoon moeten doen, dan ga je richting de veiligheidsregio, zeg je, wat speelt daar nou allemaal? Dan vraag je de politie, wat kom jij allemaal tegen? Dan check je de krantenberichten, die ik ook elke dag in die knipselkrant van mevrouw Van der Plas krijg ik ook elke dag. En daar wordt op thema gezocht, niet op naam. Er is nergens gezegd, je moet nu de oppositie gaan volgen en je moet mevrouw Agema. Nee, ik heb ontzettend veel respect voor hoe zij in dit debat heeft gestaan. Ik heb ontzettend respect voor haar brede bereik. Dat is niet voor niks.
Dat is omdat ze in dit debat erg inhoudelijk en betrokken heeft gestaan en nog steeds staat. Maar op het moment dat een tweet van mevrouw Agema op thema opvalt omdat het zoveel likes heeft, dan zegt dat iets over het sentiment. In combinatie met al die andere bronnen. Het is niet zo dat er iemand zit met en alleen maar te volgen wat mevrouw Agema twittert. Het is absoluut niet zo. En dan nog kan mevrouw Agema zeggen, nou, met deze uitleg, dan nog vind ik hoe het eigenlijk werkt ook niet oké. Maar ik vind het wel lastig als ik vertel wat er gebeurd is en dat opzij wordt geschoven en teruggaat naar de initiële vraag hoe dit begon. Ik heb het expres wat meer tekst genomen om het uit elkaar te trekken en te vertellen hoe het echt zit. En daarna kan iedereen natuurlijk daar weer wat van vinden. Daar ga ik natuurlijk niet over. Ga nu naar de heer Van Hagen. Voorzitter, sinds mei 2020 gedraagt deze overheid zich op een manier waarvan ik dacht dat ze het alleen zou kunnen in Noord-Korea of Cuba. Het zijn Cubaanse toestanden en ik vind het echt verschrikkelijk. En als ik dan zie dat naast de genoemde namen ook een Maurice de Hond en een Marianne Zwageman en een Hans van Tellingen, notabene een bestuurslid van BVNL, worden genoemd. En ook ikzelf. En dan kan er wel gezegd worden, jullie worden niet gevolgd. Nee, er staat het NCTV-logo onder. Dus ik wil weten, ik kom bij mijn vraag. Wat was de precieze opdracht? En ik weet dat de minister net heeft gezegd, nee, er was helemaal geen opdracht. Dan is er een staande opdracht. Wat is nou precies de opdracht geweest? Wat waren de geplande en uitgevoerde acties die daaruit voortkwamen? En wat was precies de terugkoppeling die de NCTV of de NKC of wie dan ook heeft gegeven aan de verschillende ministeries? Want daar zal een gevolg aan zijn geweest. We gaan niet zomaar dingen voor niks doen. Heb nog nooit dit soort onzin zien plaatsvinden. Dus wat is er precies gebeurd en wat zijn de gevolgen geweest? Daarnaast wil ik graag alles wat mevrouw Van der Plas over mevrouw Agema en zichzelf heeft gevraagd, ook over al die andere namen. Want ik denk dat iedereen graag wil weten wat de overheid precies aan het doen is. Dank u wel, de minister. Ja, voorzitter, iedereen die dat graag wil weten zal ook kunnen luisteren als ik vertel wat we dan aan het doen zijn. Dat is ook een optie. Voorzitter, wat hier gebeurd is, heb ik zojuist uitgelegd. Dit is een reden waarom het logo van de NCTV op al die stukken staat. Omdat dat de coördinerende actor is op het moment dat er een crisissituatie is. Zoals nu. Als het gaat over de opvang van de Oekraïners, hebben we ook het opgeschaald naar crisisniveau. De MCCB is ingesteld. En daarbij heb ik gezegd, op basis hiervan, toen dit gebeurde en ik hier ook navraag heb gedaan, wat is hier gebeurd? En ook realiseerde, wacht eens even, op het moment dat de NCTV gaat coördineren, omdat er sprake is van een crisis, staat een logo overal. Ik heb gezegd, dat moeten we dus nu niet meer zo doen. Want dat roept heel veel verwarring op en dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar het is wel fijn als ik vervolgens in de gelegenheid word gesteld om dat toe te lichten. En ook te zeggen, nou, in komende crisis, of waar we nu in zitten als het gaat over de opvang van de Oekraïners, vind ik ook dat we niet op elk blaadje, omdat de NCTV dat toevallig coördineert, zorgt voor een agenda, zorgt voor de uitnodigingen, dat hun logo erop moet staan. Dat helpt ook in de toekomst ook beter te volgen, ook voor de Kamerleden. Dank dus maar dat is gewoon een technisch aspect geweest. En de opdracht, zoals bij elke communicatieafdeling overigens hoort, gewoon tot de reguliere taak, mede door de Kamer ingestoken, is zorg dat je weet wat er speelt in de samenleving. Dat is wat het is. Het is niet meer dan dat. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas en mevrouw Agema hebben beide gevraagd om een brief. Ze hebben ook een aantal gerichte vragen gesteld. Mijn vraag is aan u, ook namens mevrouw Van der Plas en mevrouw Agema, wanneer die brief er kan zijn. Dus en de bijbehorende stukken die mevrouw Van der Plas en mevrouw Agema hebben gevraagd. Nee, wacht even. Eerst voorzitter, dat zal ik moeten doorgeleiden naar mijn collega van VWS en ik denk ook BZK, omdat wij hier de coördinerende partij zijn geweest. Dus dat moet ik navragen, maar ik zal sowieso zeggen zo snel mogelijk. En nadat ik dat heb nagevraagd, kunnen we laten melden laten weten wat dat was. Maar dat durf ik niet voor collega's in te vullen. Ja. Punt van orde heeft te maken met het proces. Dus u gaat een procesvraag stellen. Ja. Nou, we hebben net een debat gehad over de omgangsvormen. En dan vind ik het onbestaanbaar dat als een Kamerlid hier gewoon een normale vraag stelt, dat dan het antwoord is, dan moet je maar beter luisteren. Of dan is er sprake van desinformatie geweest. Ik vind het iets dat de minister kan meenemen en ik vind het niet in deze zaal thuis horen. Ik gedraag me altijd fatsoenlijk hier en ik vind dit volkomen onfatsoenlijk. Ik heb bijvoorbeeld niet gezegd, dan is er desinformatie geweest, verwijzend naar een Kamerlid. En ik vind het heel belangrijk om juist bij zo'n gevoelig onderwerp, waarom is het gevoelig? Omdat ik de frustratie, de emotie en de vragen heel goed snap. Ik was toch niet heel lang geleden zelf Kamerlid. Vind ik heel belangrijk om het uit elkaar te trekken en om te vertellen hoe het dan wel zit. Ja. En als dan vervolgens mijn antwoord opzij worden geschoven en ik alsnog
opmerking in mijn mond geduwd krijg, ja, dan vind ik wel dat ik daarop kan reageren. Ja. U heeft dat nu uitgerust. Kijk even naar mevrouw Van der Plas. Ja. Gaat gang. Ja, dank u wel. Nog even voor de duidelijkheid. Wij willen dus de brief, wij eisen de brief en daar hebben we recht op als Kamerlid. De vraag is dus alleen wanneer we die krijgen. Want dat we de brief krijgen, dat heeft de minister dan nu wel toegezegd. Of heb ik dat verkeerd begrepen? De brief is zojuist toegezegd en ik heb toegelicht dat die waarschijnlijk niet van mij komt, maar van een van mijn collega's. Ja. En dat ik niet voor hen kan invullen wanneer die komt, maar dat ik alle begrip heb voor dat het zo snel mogelijk moet. En ik denk dat we dat via u kunnen laten weten, voorzitter, wat haalbaar was. Ja, dus geen algemene brief, een gedetailleerde brief met alle stukken. Dat wil ik even voor de duidelijkheid. De minister heeft aangegeven dat ze dat gaat doorgeleiden naar de collega's en dat ze gaat kijken wat er mogelijk en haalbaar is. En dan begeleid ik dat weer door aan de collega's en dan kan natuurlijk altijd weer vragen over gesteld worden. De minister gaat kijken wat ze daarin kan doen. Precies, ik zal daarbij toevoegen, voorzitter, alle stukken. Ik wil opmerken dat er zojuist tienduizenden stukken openbaar zijn gemaakt. Dus dat ik nog wel even op zoek ben naar welke stukken. Maar ik heb de vraag van mevrouw Van der Plas gehoord. Dit is een specifieke vraag. Ja. Dus die zal ik weer doorgeleiden richting de collega's. En dan vervolgens via u laten weten wanneer dat haalbaar is. Ja, dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze mondelinge vraag.